De Chromeburner Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorsjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee. Dag iedereen en welkom bij de Chromeburner Motor Podcast, editie 37, als ik me niet vergis. Uh, oh. Nog steeds met Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl, Joost Overzee van Kickstart en ik ben Arno Jaspers van MaxMoto.be. Vandaag gaan we het hebben over een heleboel nieuwe modellen en ik stel voor dat we met de A beginnen, de A van Aprilia. Daar hebben ze een nieuw modelletje voor jeugdige rijders, daar gaan we in de tweede helft van deze aflevering ook nog even op terugkomen. Maar uh, het nieuwe model, de RS 457, want alle andere cijfertjes die waren al bezet waarschijnlijk. Ja. Uh, Hij hoeft ook geen 457cc te zijn. Dat, is, uh, dat zou kunnen, maar dat hoeft niet. Dat ik hoeft zou, niet. ik nee. zou nu moeten terugkomen met het exacte, uh, de exacte cilinderinhoud. Maar het persbericht was uh, 57 alinea's lang. En ik heb enkel onthouden <laughs> dat, uh, dat hij 175 kilo gaat wegen. En dat er verder heel weinig informatie in stond. Dus ja, ik weet, nee, klopt. Heb jij nog iets opgepikt? Nee, uh? Typisch Aprilia-persbericht. Uh, <laughs> heel lang met heel weinig informatie. Ja. Uh, het is gewoon weer een van de lichten. En ze komen zich melden in die klasse. Dat is super slim natuurlijk. Mm -hmm. En zullen zich dan hopelijk ook komen melden in het web. Uh, BK Supersport 300. Is het wel een twee cilinder Ja, dat was ik ook net over aan het nadenken. Is het wel een twee cilinder Het is een 35 kW motor. Dus 45, 47 pk zoiets. Maar over het motorblok zelf... stond eigenlijk niks in per brief. Of een afgeleide is van de 660. Of gewoon een 1-cilinder... Ik ga er vanuit een afgeleiding van de 66, maar ik vind wel dat we er gekleurd op staan dat we dat niet weten. Ja, erg hè? Dat is wel heel slecht, ja. Anyway, <laughs> uh, 450cc. We zullen even aannemen dat het ook een, uh, een 72 graden tweeslinder is, uh, <laughs> zoals de RS66. Ik had wel nog gezien, er zit ook van die uh, Bibre, uh, ja. de budget variant van Brembo remmen op. Ja. En Ja, verder. Ja. Een nou, rs 60 in kleiner formaat? Dat is ook de markt natuurlijk. De markt mm -hmm. is eigenlijk Azië en dan doen, verkopen ze ook nog wat in Europa. Dat, ja. er, uh, dat geldt voor alle 300 en 400, een beetje. Ja. En in Europa dan ideaal voor atweer hebben wij schouders? Ja, 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 maar dat is maar een hele kleine markt uiteindelijk. Mm -hmm. Ik denk dat echt de markt Azië is. En daar wil Aprilia veel groter worden, want die werken er al samen met wat lokale partners. Ja. Dus dat, daar moet het gaan gebeuren. All right. Ik denk dat we daarmee. Onderwerpje 1 kunnen afkloppen. Matig uh, afgeklopt, ja. Ja, matig. Laten, matig ja. van onszelf dan ja, we al uh, ja. Zullen we overgaan naar de B? Misschien gaat het daar beter. Uh, de B van, de B, van B van Brieven. De, de ja. B van BMW. BMW. De B van BMW. Die uh, pakken uit met de F900G's. Um, ja, de kleine G's. Uh, tegenwoordig is de kleine dan een 900. Voor maar... het vrouwtje. Ja, voor... oh, nee. ja dat mag ja, je mag ja. niet zeggen. Maar... Nee, dat mag ik niet zeggen. Maar de praktijk is dat dat wel klopt. Ja, natuurlijk. Als ze met een R1300-GS komen, dan uh, verwacht je dat de modelletjes eronder ook een upgrade krijgen. Het zag er wel uit dat het dit keer, ja, net in de trend van de F800-GS, dat echt wel een offroad uh, ding moet worden. Hè? Dat ze mee op die trend willen springen. Ja. ja, nou uiteindelijk zullen ze dan ook daarna wel weer met een crossover komen. Maar nu zitten ze nog even in de offroad hoek. En een adventure is er gelijk al. Ik had verwacht dat ze er maar met eentje zouden komen. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk is het. Normale evolutie. Je begint met een 750 en dan een, 800, een 650, een 750, 800, oh. 850, 900. Ja. Dat is net zo bij de GS. Uh, 1100, 1150, 1200, 1250. Ja, ja. We zitten nu bij de 1300. 1300. Nou, je kan de klok erop gelijk zitten dat over een jaar of drie er weer 50cc ja. bij komt. En dan komt er ook weer een kleinere. Dan komt er ook weer een ja. kleinere. Ja, mag, dat is, mag ja. je hopen, ja. want eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk <laughs> ja. is dat voor de, de hele. De hele, de hele het idee van middenklasse verdwijnt zo wel, natuurlijk. Ja, maar dat, is, dat is volgens mij in de auto's niet anders, in de ja. motoren ook zo. Ik bedoel, de, de, de Volkswagen Polo van uh, dit moment is groter dan dat de, de Golf ooit geweest is. Ja. En in de motoren is dat niet anders. Ik bedoel, we beginnen dan met een middenklassetje 600 en dan een 6,5. En dan langzaam maar zeker zeggen ja, er is best een gat ja. rondom de 600. Ja, dat ja. hebben we ze zelf veroorzaakt. Ja. Ja. Hier een opstappertje, 900. Ja, ja precies. Um, ik noteer wel nog, het ding is 14 kilo lichter geworden dan het overige model. Maar, uh, ja, bon, dat is iets om op de weegschaal te zetten. En dan verder... Ja, Meestal dus... betekent dat ook dat die 1400 euro duurder is. Ja. Minimaal. <laughs> ja, en dan spreken we nog niet over opties. Um... Over naar het volgende onderwerp, die ga jij heel leuk vinden, Joost. We Toe. hebben het vorige keer gehad over uh, Suzuki's uh, hopeloze hoogpoter. <laughs> uh, ja, dat gaat aan, aan, aan je blijven plakken. Ja. Ja. ja, precies. Um, dit keer geen K5-motorblok, uh, maar de, um, de 800, de tweecilinder die ze geïntroduceerd hadden, de V-Strom, die krijgt nu ook een, uh, een straatvariant, zullen we maar zeggen. Eentje Kijk, is met is uh, Met kleine velgen. en uh, ja, crossover. Crossover, ja. inderdaad. Um, is dat ook hopeloos? Oké, okay, nou mooi. Goed, <laughs> afgerond. Nee, dat is zeker niet hopeloos. Nee, natuurlijk. Gewoon veel meer aandacht voor uh, het middenklasse idee. Je, je, je moet met zulke, zulke crossovers, dan moet je niet met een, met een mega dikke viercilinder gaan werken. Hmm. is mijn idee. Ja, en ik vind dat, crossovers eigenlijk de meest interessante categorie van allemaal. Ja, ik bedoel, het is wel leuk al die Allroads, maar. Uh, hoewel ik daar tegelijkertijd ook wel weer even een ka kanttekening. Ja, het blijft een ingewikkeld onderwerp voor mij, uh, <laughs> ja, ja, moet ik wel zeggen. Want het ja. is een heel erg. Je wordt al weken enerzijd, bedreigd ja, 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 door uh, Japanners. Ja, precies. Een enerzijds, anderzijds verhaal. Uh, uh, die poederbrieven uit Hamamatsu. Ja. Uh, nee, kijk, van een BMW XR, uh, S1000 XR, vind ik wel weer helemaal geweldig. Weet je, van ja, ook een ja. vier cilinder. Dus het. Uh, uh, Ah, het jeukt een beetje. Maar ik ben in ieder geval wel heel blij dat, uh, dat de twee cilinder, dat ze daar iets leuks mee gaan doen. Ik heb altijd ja. de indruk dat die dingen die dan, ja, zoals een beetje bij Yamaha met die, die kleine tracers, dat eigenlijk ja, puur qua praktijk. ...veruit de meest multi-inzetbare fietsen zijn. Heel praktisch, heel ja. handig, comfortabel. Ja. En ja, dan zie je de realiteit en dan koopt iedereen toch een Teneray... ...want die ziet er cooler uit. De Teneray wordt supergoed verkocht in Nederland. Ja, maar ja, uiteindelijk de tet zie je er wel eens een rijtje van een stuk of veertien... ...achter elkaar langskomen dan. Ja. Dus 14, meestal is het veertien Tenerays, dan twee GS'en... ...dan weer veertien Tenerays, zeg maar. Dat is een beetje ja. hoe het op de TED gaat tegenwoordig. Ja. Uh, nee, dat is helemaal waar. Maar, maar uiteindelijk, het meest praktisch zijn toch de crossovers in mijn ogen in Nederland. En zo'n uh, V-Strom uh, Nou, uh, ik, zal ik gok dat die X gaat heten of zo. Iemand, ja. hè? Die, die crossen, die komt er... Uh Um, maar wat nog steeds zorgwekkend is natuurlijk bij Suzuki, is dat van die V-Strom 800 DE, dat er toch nog steeds meer V-Strom 650's worden verkocht. Deze In nog, Nederland. Nog steeds ja, zo, ja. Ja, 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 ja? In Nederland, In Nederland omdat Nederland. die zo goedkoop is. Omdat die zo goedkoop is, ja. Ja. Wat Om, wil je daarmee zeggen, Arno? Daar wil Jaspers? ik helemaal niks mee zeggen. <laughs> <laughs> Zuinige jongens. Uh, Oké, okay, zullen we maar nou, afronden dan ja. uh, over naar het volgende onderwerp? Dit vond ik best wel, uh, wel grappig. had had ook een, uh, een briefje over je gekregen. Ja, maar maar, daarover uh, gesproken, want vergeten de brieven niet. He? Nee, nee, nee. Daar nee, 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 okay, nee, komen we dadelijk op terug. Uh, maar uh, ja, ook over naar jou. MV Brutale, uh, MV Augusta, die hebben een nieuwe Brutale, het modelletje Assen geïntroduceerd ja. en dat is alles wat ik erover weet. Maar nieuwe, jij, jij was er Nieuw, bij. nieuw, ja, ja. Heel, helemaal gloednieuw. Ja. Helemaal genoeg nieuw. Van een blanco blad ontworpen. Vonkel, vonkel ja. nieuw, ja. Ja, nou ja, goed. De, de, Hij was zo blauw en wit, zeg de, de, ja. de ironie die is alweer niet van de lucht natuurlijk. Nee. Ja, kijk. Dat is toch wel een serieus verdienmodel natuurlijk ook van MV Agusta. We maken een limited edition van een stuk of 300 machines. Mm -hmm. En hoop dat ze binnen 24 uur verkocht zijn. Uh, een prijs weet ik niet daarvan. Maar in ieder geval, de, de, ja. het zal een astronomische prijsapparaat zijn. Tussen in... de 35 en de 40, geloof ik. Nee, ook veel meer. Ik zat oh, dat je er een ik, stuk of... 10 Weerstrom 650's Ja, over. Dit, dit, ik, ik, ik denk dat het wel richting de 60, 70 gaat. Nee Denk ik. Ja, nee, denk ik wel. Want het is uh, daar helemaal volgebouwd met carbon en met die Rotorbox wielen. En uh, man, man, man. ja okay. Nou ja, tenzij nou, dat... je iets anders gehoord hebt. Maar ik... Nou ja, ik had gekeken. Ze hebben ook een uh, Nürburgring versie. Oh. En die was volgens mij tegen de 40 en de standaardversie tegen de 35. Jezus. Dus ik dacht uh, daar een beetje tussenin. Nou ja, oké. Okay, maar... ja. Laten la ja. La laat we zeggen onder de 50 dan. Ja. Uh, of zo, ja. Uh, ja. Dat. ja, maar dat is inderdaad en, een bekende drukje. Ja, wel. Je, ja, dat is een prachtig. Ja. <laughs> daar, daar hoef je natuurlijk helemaal geen woorden nee. aan te te maken. Het is gewoon een schitterend nee. ding ja. om te zien. Mm -hmm. Zeker met die rode box achter dat carbon composite wiel. Uh, wat dan blauw gespoten is. En zo, dat ja. je toch nog die, 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 hoe heet ik, die koolstofvezels erdoorheen ziet. Het is allemaal schitterend, schitterend mooi afgewerkt tegelijkertijd denk je ook van, ja, nou ja, inderdaad, je hebt dus de Nürburgring gehad, je hebt de Assen, volgend jaar heb je misschien de, hoe heet dat circuit in India? zonder zonder <laughs> Ja, ik dacht dat te zeggen, wat is het kleinste circuit? Ja. kunnen brengen? Ja, bij en, ja, en, ja, 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 hebben ja, Roesta, Heeswijk, Dinter. Ja, <laughs> ja, nou, ja, Equier. Uh, ja, uh, ja, het is een beetje, een beetje flauw, maar ja. het, 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 het gaat toch een klein beetje jeuken dan, ja. uh, eerlijk gezegd. Hoe geweldig het ook is, maar ja, je kan alle circuits van de wereld rondgaan. En we weten natuurlijk, kijk, MV Agusta is al zo vaak ter sprake gekomen, ook, ook wat betreft dus de productiecijfers van de reguliere modellen, ja. Ja. dat er vorig jaar nog maar een stuk of duizend van uh, gemaakt zouden zijn. Uh, wat had Trunkenpots ja. had toch gezegd van KTM. Wow. En, en weet je, dat dat is de MV Agusta altijd in zwaar water, uh, of in, 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 in woelig water uh, ronddobbert. Ja, is dit een, een aardige vondst. Ik denk een Klein beetje uh, leuke pas de deux tussen, tussen het circuit van Assen, Minas eigenlijk, het circuit van Assen, Levendam en uh, MV Goesta. Ja. Er waren best wel wat mensen voor, van de fabriek van uh, MV Agusta overgekomen. Een stuk of vier, allemaal hele toffe gasten. Vond het was hartstikke ja. leuk. Tralala. Er waren ze allemaal. Ja, ik dacht net te zeggen, dat is de helft van, uh, we... <laughs> van de arbeiders. <laughs> hey, over MV Goesta gesproken, we nemen dit altijd op bij mij hier op kantoor. En ik zit te denken, het zou toch wel vet zijn om zo'n F4... Uh, Zo'n uh, zo rode, zeg maar, hier te hebben staan. Dus als je eentje hebt met een geploft blok, of zoiets, ja. die, hij hoeft niet meer te lopen. Bel me. <laughs> dat is zo mooi. Dat jij begint over die F4. Want ik had dus een mailtje binnengekregen. van uh, iemand die het niet vond kunnen. Dat ik van de MV Agusta Super Veloce, 800 Agostini. Uh, schreef dat het eigenlijk helemaal niet zo'n special edition was. Nu, om dat even te kaderen, die Super Veloce, dat is dan uh, ja, de retro racer, zeg maar. Ja, maar uh, waar ze een Agostini-versie van gemaakt hebben. Giacomo Agostini heeft jarenlang met MV gereden. Uh, en wat is er speciaal aan? Ja, eigenlijk niet zo heel veel volgens mij. Ze hebben gewoon de coolste onderdelen die ze op het schap hebben liggen. Dus speciale set Velgen, speciale uitlaat, uh, speciale carbon ditjes, datjes. Hebben ze allemaal genomen, allemaal tegen die motor aangegooid en dan. Het echt speciale is een nummerplaatje op de kroonplaat en de kleurstelling. De, de bekende, de bekende dat. methode. Dus ja. de oh, bekende oh. truc om een special edition ja. te maken. Ja. Uh, uiteraard sturen die persoon een mailtje met het idee van... ...ik wil zo'n ding kopen als investering. Een paar jaar bijhouden, in de living ja, ja, zetten goed. en dan doorverkopen. Ja. Waar ik ook Succes. op antwoordde van... ...ja, kijk, dat gaat ja. niet gebeuren, want er zijn al honderdduizend special editions van. Ze zijn helemaal niet zo speciaal. En als je dan toch echt een speciale MV moet kopen... ...dan denk ik van, ja, koop zo'n F4 van de eerste editie, zo'n 750. Ja, dan... Ja. Dan heb je al iets serie wat... Serie Oro's in ja. eerste kijk, ja. dan kan serie je Serie Oro's, daar valt inderdaad ook nog iets ja. van te zeggen. Maar verder, kom aan jongens. En, nou, ja, en, en nu met... die assen, Jesus, Dat is ook zo van, ja, willen, willen maar niet kunnen vind ik dat. Nou ja, weet je, en er staat dan ook... Kijk, dat die assen heet, dat vind ik nog tot en toe. Maar er staat ook GP Classic, staan er overal dingetjes op. Okay. En, dat, oh, is, ja. en oh, okay. dat is eigenlijk gewoon het, het feestje wat daar gehouden wordt. Ja, mm -hmm. ja, 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 precies. Ja, vind ik dat nou zo... Zou ik dat nou, uh, en dat hij was blauw met wit, zag ik vooral. Denk nou, daar moet ik het asje nog even in verzinnen, ontdekken. Dat zo vaak regent aan de achterkant van het <laughs> <Ja>. <laughs> had eigenlijk... Daar komen we straks aan. Hij had eigenlijk ja. geelblauw geel moeten zijn. ze regent gewoon vlak. Ze schijnt ja. de zon. En... Ja. En ja. bij man, de veen duiken sloot, ik het van de regen. Ja, of zo, zo ja, goed. Nou. Ja, daar gaan we het straks nog over hebben met jouw absaf avonturen. Ja, maar zullen ja. we eerst even overgaan naar, naar de mailtjes? Van ja, de mailtjes, o, ja, de nou, inderdaad. De, de mailtjes. dat is oh jezus, ja, nee. niet uh, onze vaste rubriek. Onze vaste nummer rubriek, nummer nee, we hebben uh, inderdaad wel weer de nood. Nodige... Het uh, mo uh, motorpodcast nieuwsmotor.nl, precies. Die dus, we kregen bijvoorbeeld kregen er eentje van Gert Felix. U weet wel. U weet wel, bekend van radiobandrecorder en elektrisch mes. En die komt even terug op wat wij gezegd hebben over motorjournalisten en influencers. Nou, okay. hij heeft de, had de ambitie om ooit ook een beetje die richting uit te gaan. Dat is niet mm -hmm. helemaal van de grond gekomen. Maar zijn vraag is, uh, hoe zouden jullie, vooral in België en Nederland, de influencers aanraden om een, een professionelere aanpak te tonen? Is er okay. bijvoorbeeld een manier om contact te leggen met merken... en niet individuele dealers? Zijn er tips en tricks? Blablabla. Nou, um, hoe word je... Hoe word je motorjournalist? Hoe word je motorjournalist? Ja, of en of influencers? Uh, and of influencers. Uh, hebben jullie tips en tricks? Nou, mijn idee lijkt dat we, zouden we wel weer een hele uitzending hieraan kunnen mm -hmm. besteden. Ja, Misschien ja. één, één tip of trick per persoon? Eén ja, uh, één tip zou zijn, bel me. Nee, serieus. Ik bedoel, nogal wat journalisten zijn bij binnengekomen als motorjournalist. Door eerst uh, als hobby, als vrijwilliger, als weet ik veel wat, bij een. Zo ben ik ook begonnen bij het Weekblad Motor en daarvoor nog bij uh, Performance Bikes. Ga eerst gewoon wat erbij doen. Een beetje hand- en spandiensten. Je maakt eens dus een rubriekje. Je, nou, voor je het weet, doe je een testje, dat soort zaken. Dat is wat we bij nieuwsmotor en testmotor ook op die manier altijd doen. Ja. En dat vinden ja. mensen super tof. En dan leer je van alles. En langzaam maar zeker kan je dan verder in die richting. Dat is volgens mij de meest logische route. Ja, eigenlijk sluit mijn verhaal wel aan bij hetgeen wat Johan vertelt. Uh, als mensen vroeger dan afkwamen naar, uh, naar het magazine of naar mij: van ik wil ook motorjournalist worden. dan was de eerste, en dat was voor mij zelf trouwens ook, de eerste reactie of de eerste vraag die ik kreeg op de redactie was: van schrijf een test van je eigen motorfiets. Ja, ja, yes, het en standaard verhaal. Yes, dat, dat is zo'n ja. klassieker. En dan ja. merk je ook meteen wat voor vleesje in de kuip hebt en of die mensen uh, in de eerste plaats een verhaal kunnen vertellen en in de tweede plek um, dat ze ja, wat achtergrondkennis hebben. Het netwerk opbouwen in de motorsector, dat is iets wat dat volgens mij redelijk ja, organisch komt. Als je er maar lang genoeg mee bezig bent, dan ken je vanzelf, uh, ja, leer je vanzelf voldoende mensen kennen. Dealers, importeurs, mensen... ...op het circuit, in de off-road, ja. whatever. Maar dus bouw eerst en vooral je, ja, je kennis op. Zorg dat je zelf met voldoende motoren gereden hebt. Dat kan je doen bij eender welke dealer, op events, you name it. En dan dat tweede, en dat is veel belangrijker naar mijn mening... ...dat is inderdaad van leer een verhaal vertellen. En of dat dan via video, via een podcast, via weet ik veel wat is... ...ik denk dat je daar echt het verschil mee maakt... ...met de influencers die puur en alleen maar... ...een leuk fotootje kunnen trekken... ...en daarmee heel veel volk bereiken op Instagram maar eigenlijk niet echt een meerwaarde kunnen bieden... buiten ja. dat leuke beeld. Check. Joost, zo, jij? Nou, Wat is jouw tip? Ja, Sorry dat ik zo ver uh, Nee, uit maar uit, die, 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 die was ja. helemaal top. Mijn, ja. mijn, je, je moet die... ook leren kort van stof te zijn. <laughs> ja, dat ook. Dat ook. Ja. Kill your darlings. Ja, dat. Joost, nee, Nee, nee leedig, volledig in aansluiting daarop... Uh, Zorg dat je een soort van, ja, de, 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 bijna een troubadourachtig wordt of zo, weet je. Dat je een verhaal te vertellen hebt. Het ja. belangrijkste is, je moet een verhaal te... Uh, nee, twee belangrijke dingen. Je moet een verhaal te vertellen hebben, dus in navolging van, uh, van Arno. In de tweede plaats, onderscheid jezelf. Hm, ja. Wat voor is wat dan anders ook... dan jezelf onderscheiden, zoals zo <laughs> andere van onze <laughs> collega's vaak. Dit doen. was volgens mij... Uh, <laughs> Dus ja, is nee, dus nou, met, dus met een D op het ja, einde. Zekerheid. Nou, dat is een D op het einde. Maar in ieder geval van uh, onderscheid jezelf. Zorg dat je. Ja, het maakt eigenlijk niet uit uh, op, op wat voor manier. Maar als je maar niet al te mainstream bent, ja. dan. En daarover, over die D en die T gesproken. Die jongens die bij mij zeg maar uh, vaak beginnen. De D en de T is de allermeest gemaakte fout van allemaal. Dus zorg ja, dat je ook je taal ook een ook beetje constant, voor elkaar ja. hebt. Nee, serieus. <laughs> dat is ja. echt de meest gemaakte ja. fout. Ja. ja 100%. En en misschien inderdaad is de verleiding groot om te denken van nou ik ga maar mainstream in het kielzog van al die influencers die blablabla uh, bla, bla doen. Wat een mooie gratis helm. Wat een mooie gratis helm, maar uh, nee, zorg ja. dat je iets te vertellen hebt. Oké. Okay. Tweede brief. Ja, daar verheug ik me heel erg op. Ja, deze die is leuk. Uh, ik luister vaak naar jullie podcast. Oh, deze komt van trouwens uh, Emil Hartkamp. Uh, hem was opgevallen dat er uh, op uh, meerdere nieuwssites uh, soortgelijke berichten staan. Joost, zeg gewoon de naam erbij, man. Schijt het? Nee, ik ben helemaal geen scheitend. Nee, hij, hij noemt iets van. Uh, over de stelvio... Er staat dus op motor.nl staat iets wat één op één overgenomen is. Of. Om, van ride apart, ride apart is Amerikaanse klopt. Ja. in ieder geval, dus dat het soms lijkt alsof berichten dat die gewoon copy-paste zijn van de ene site naar de andere site. Mm -hmm. Hoe zit het in elkaar? Uh, zijn dat aangeleverde teksten van fabrikanten? Um, ja, ja. Het, het is wel heel opvallend dat, uh, dat er zo veel ja. copy-paste is. Nou ja, er wordt gewoon uh, die, die site, uh, heb ik heel vaak uh, uh, uit Amerika of Canada gekopieerde artikelen gezien. Uh, dat is helemaal niet zo verkeerd. En aan de andere kant zie je dat dat ook misschien wel een beetje de toekomst is. Want AI is eigenlijk niet heel veel meer dan dit. Het bij elkaar schrapen van bestaande informatie. Ja. En ik moet ook zeggen, kijk eens op Nieuwsmotor. Hebben wij heel veel nieuws wat wij uit de krochten van het internet vandaan halen. En als je dat dan van een Japanse site als eerste haalt, want die heeft de nieuwe Kawasaki als eerste. Dan, nou ja, dan maak je daar geen vertaling van... maar in principe pak je wel hun informatie... om ja. uh, jouw uh, publiek te bedienen. Maar ga je dan ook nog doen aan bronvermelding? Of denk je van... hoe, uh, hoe werkt dat? Of, of, of is het bon ton binnen onze wereld? Uh, en, en de krantenwereld van mij part ook. Of is het bon ton om gewoon... één op één dingen over te nemen? Nee, dat één op één... Dat gaat, en de, de site waar we het net over hadden... die nou, heeft, heeft heel vaak. Het, daar heeft hij het over. Dat is echt één op één. Ja, het ene is in ja. Nederlands... en de andere ja. is in het ja. Engels. Dat maar, hebben we vaker gezien... en we weten ook wel... Dat ...dat dat eigenlijk niet de bedoeling is en dat de originele site dat niet oké okay vindt. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik iets vind op één site in Japan... Uh, ...dat ik bijna altijd de site in Japan vermeld als de bron. Aan de andere kant, als ik denk, niemand anders heeft dat in de gaten... ...dus mensen gaan denken dat ik de eerste ben... ...dan denk ik wel eens, nou weet je wat, als ik nou de link even weghaalt? ...dan denken ze, zo die Iwan, die heeft mooi nieuws... Uh, ja. het, het zit een beetje ertussenin. In alle eerlijkheid. Hè? Ik bedoel, ja, 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 ja. Uh, ik vind dat ik altijd bron, de bron moet vermelden. Maar als ik iets van een vage Filipijn, Filipijnse site weghaal, waarop die uh, Aprilia ja. waar als eerste opduikt, bijvoorbeeld bij een dealer, want dat gebeurt ook nog wel eens. Ja, dan ga ik niet vermelden welke dealer dat is. Want dan A, heeft de dealer er gezeik mee en B, uh, ja, ja. verraad ik waar het vandaan komt. Dat inderdaad, ik denk dat dat drieledig is. Langs de ene kant heb je de persberichten, die worden uitgestuurd door de fabrikanten zelf, uh -huh. waarvan regelmatig informatie gewoon één op één wordt overgenomen. Zeker, ook belangrijk voor de fabrikanten, als een persbericht echt goed geschreven is, dan zie ik niet in waarom dat je dan niet gewoon één op één kan overnemen. Als het natuurlijk overgoten is met onze motor is de beste ooit, ja... Ik neem het er nog één op één over, maar... Ja, ja, Kijk, maar, ja. dat, maar dat, ja, dat is één gedeelte. Ja, het tweede gedeelte, ja. dat is zoals jij zegt, als je gaat bijvoorbeeld in Japan een jong machine, die jongens zijn er heel sterk in, die hebben goede connecties met de Japanse fabrikanten, om als aller, allereerste nieuws te brengen, ook niet altijd even betrouwbaar. Nee, helemaal dan, niet. Uh, dan pak je het over, maar dan zet je er een, een bronvermelding bij. En dan is er nog, wat ik wel ja, het leukste vind om te doen, dat is als je nu bij een jong machine zo'n persberichtje opvangt van oké, okay, er komt een nieuwe uh, weet-ik-veel-wat... Je merkt dat daar in Thailand nog een verhaaltje over verschenen is. Exact. Je merkt dat de Amerikaanse importeur al iets heeft laten lekken. Dat je al die informatie even gaat samenrapen. En dan, ja. Okay, ja, dan kan je nog altijd een linkje zetten in de tekst zelf. Maar dan doe je niet de uitgebreide bronvermelding onderaan. Wat ik, ik nog denk, leuker vind is, hoe wij in het verleden vooral veel zaken deden. <laughs> niet altijd tot grote vreugde van de fabrikanten. Uh, zij, zij hebben Met teasers is het natuurlijk vaak zo ja, dat er door teasers, teasers dingen loskomen. Ja. Ja, dat geeft best wel leuke dingen. Want ik noem maar wat. Op de website van Yamaha, uh, Ducati, weet ik wat... staat die foto als... Uh, puntje, puntje, slash foto439.jpg. Nou, dan ja. maak ik daar wel even 4310, 4311 van. En vaak kom je dan de hele motor tegen. Ja, dan ontploft de heleboel. Dan wordt het pas <laughs> echt leuk. Ja. ja, inderdaad. En dan ook die, uh, die media-websites, hè. Uh, gewoon even paswoord Aprilia. Uh, ja, 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 precies. Aprilia 2020, ja, bam. <laughs> en dan zit je in één keer uh, twee dagen op voorhand al in de volledige database. Dat zijn ook dingen die allemaal in het verleden al gebeurd zijn. Uh, net zoals op social media. Wat jij net aanhaalde van uh, een dealer die gezeik heeft. Zo heb ik ook een keertje een primeur gehad. Gewoon omdat er een Belgische dealer wel al onder embargo informatie had binnengekregen. En er niks beter op gevonden had dan op zijn persoonlijke Facebookpagina dat bericht al te delen. Ja, kijk. Ja. Dan, uh... Dat zijn wel vaak de telefoontjes die je dan krijgt. Haal dat even van ja. je website af. Uh, nee. Uh, nee. <laughs> nee ja. Precies. Ja. Maar goed, tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat het... Helpt het de kwaliteit niet enorm naar beneden als we gewoon maar een beetje van elkaar dom domweg gaan kopiëren? Ja, uiteraard. Maar ik denk uh, in het geval van die persberichten, daar is het gewoon droge informatie die door de fabrikanten verspreid worden. Die wordt ook op de eigen websites gepubliceerd. Die wordt bij de dealers gepubliceerd. Dat zijn de dingen. Ja, dat is nieuws. Dat gaat de wereld rond op ja. eender welke manier. Dus dat pak je gewoon mee om meer content te hebben. Maar als je ja, echt gaat kopiëren van andere websites, een verhaal... Um, ja, één op één, inclusief als, beeld. Als alles je alles <laughs> copypast. Ja, natuurlijk. Nee, ja, dan is mee, meerwaarde nul. Google die hecht er ook totaal geen, uh, geen waarde aan, want dan wordt het dan natuurlijk weer een verhaaltje van SEO, et cetera. Ja. Um, ja, als jij de zoveelste site bent die het kopieert, dan ga je echt niet hoger staan in de zoekresultaten of wat dan ook. Dus het wordt een heel technisch verhaal dan, maar naar je lezers toe... Ja, kijk, is, of, je kan het bezien als een soort van service, maar tegelijkertijd doe je niemand er een plezier mee, volgens mij. Maar waar ik het over wilde hebben, dat is als je echt integraal een verhaal gaat kopiëren van een andere journalist... Daar gaat het over, hè? Ja, daar iets wat al vaker gebeurt, is wat had je dan zeker bij jongens als een Matt Oxley, uh, een Mark Gardner, die ja, echt goede journalisten, die dan uh, hun verhaal een dag later in het Italiaans op motocyclismo tegenkomen, of in dit geval ja, op motor.nl. Ja, sorry, maar dat vind ik echt niet kunnen. Nee. Dat, is, uh, nee, ja, dat is gewoon dat, broodroof. Nee. Dat vind ik... Dat is broodroof. Ja. Ik ben het er eens. Goed. Tot zover. Dat waren de okay, brieven. Dat waren de, de brieven. Dat was een beetje, ja. Oké. Okay, ja, als de... je nog een vraag, opmerking, bedreiging, ja, uh, poederbrief uh, kan niet via de mail. Ja. Uh, motorpodcast at Goed, ik denk, we hebben nog een aantal minuten voor de pauze. Daarin moeten we toch uh, eventjes over onze sponsor Chromeburner hebben. Want uh, Chromeburner oh ja. heeft wel een, een prachtig wapenfeitje uh, neergezet dit weekend met een heel, heel bittere nasmaak. Maar uh, we hebben het hier al vaker gehad over het endurance racen. Chromeburner heeft een endurance team, Chromeburner RAC41. Die uh, zijn afgelopen weekend op de Boldor in Frankrijk, op Castelet zijn ze wereldkampioen geworden. Uh, Tweede in de race. Tweede in de race hun klasse, met ja. de Nederlandse piloot Wayne Tessels, die het echt uh, voortreffelijk gedaan heeft. Um, ik weet, endurance is in Nederland helemaal niet zo gigantisch groot. In België, ja, we hebben Spa als 24-uursrace. Begint het echt wel te groeien. Maar het is voornamelijk een Frans kampioenschap, heel veel Franse teams. En ja, Iwan, vertel je het vooral maar hè, wat er gebeurt. Ja, het is heel zuur. Uh, het, het team van uh, het Groenburner Rack 41 team wordt dus tweede in de race. In de laatste rondes, de laatste uren, lukt dat ze nog. En dat is genoeg om de wereldtitel binnen te halen. Al is het begrip wereldtitel moet ik ook een klein sterretje bij ja. zetten. Want het is een wereldcup. Uh, maakt niet uit. Oké, okay. die halen ze binnen. Maar daarna uh, dus komen er technische controles. En dan blijkt helaas met. Uh, en dat is vier keer nagemeten. Dat de tank die ze gebruikt hebben. Uh, volgens mij mag er 24 liter in. en ja. daar kwam 0,15 uh, ruimte zit daarin. Ze zijn absoluut niet de eerste die dat overkomt. Uh, mm -hmm. Maar dan word je gewoon gedisqualificeerd. En betekent dus dat je niet die tweede plaats hebt. en dat je dus ook geen uh, Wereldcup gewonnen hebt. en dat ja. je dus gewoon uh, vijfde in het kampioenschap wordt. omdat je zero point hebt gescoord. Echt ongelooflijk zuur oh, um, man, man. en het gebeurt het heeft vaak met warmte te maken van de tank en weet ik veel wat aan de andere kant er zijn in het verleden al zoveel teams op gediskwalificeerd op die op die tank ja. die te veel uitzet want je alles is op het randje natuurlijk als mm -hmm. je een tiende brandstof meer mee kan nemen scheelt dat uh, uh, twee kilometer duwen dus ja <laughs> ja, ja, ja ja dat exact is het dat. dat is het en dit is ongelooflijk zuur uh, het is vooral voor uh, nou vooral voor ween zeg maar die kennen we allemaal natuurlijk goed uh, die, die dan denkt de, de wereldtitel binnen te hebben. En op deze manier eigenlijk uh, ja, heel dramatisch ja, uh, daar niet. Uh, een beetje aan bestolen komt. voelt het toch wel, hè? Zeker ja. als je dan ziet. Uh, ja. je uh, kan uh, niemand de uh, schuld geven. Dat is broer. Behalve je eigen team. Dat ja. die denkgebouwd hebben. Dat, of gekocht hebben. Of weet ik. ik weet niet hoe dat werkt. Ik denk gekocht. Ja, dat is raar. Ja. Dat dat dan. Ik bedoel, het risico, dat is geen doping. Weet je wel. Het, nee, nee, het team nee. zullen nooit ja. het risico nee, nemen. Nee. We nemen die tank met uh, 0,2 ja. uh, liter. Wat uit. schijnt te kunnen gebeuren, is dat als je een lange race rijdt, dat brandstof wordt warm. Die zet steeds ja, uit die jezelf zet uit, uit. En die gaat die, de tank opblazen. Die maakt die tank gewoon wat groter. Ja. <laughs> en 0,15 op 24 liter is natuurlijk heel, heel weinig. Maar ja, aan de ja. andere kant, je weet van tevoren. Dat is echt en het is super moeilijk dan ook om jezelf te dwingen dat niet te doen. Hè? Om, ja. om, om het voorzichtig te doen. Dus misschien maar 23 in plaats van 24. Precies. Ja. ja, dat is ja, want dan, dan, doe je je ook, dan doe je ook niet meer mee, natuurlijk. Nee, nee, hè? Als nee, jouw motor, ja. zeg maar, een, 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 halve, extra maken? een ja. halve ronde minder kan rijden dan de concurrentie. Ja, ja dan doe je al niet meer mee. Ja, voor de titel. En vooral die Honda's. Op een gegeven moment kwamen die Honda's in het uh, Endurance-wereldkampioenschap. Die konden opeens veel langer met, met brandstof omgaan. Ja. Daar hebben ze echt wel veel races op gewonnen. Ja. Uh. Ja, ondertussen is dat voordeel weg. Uh, ja. Ondertussen werd de race ook gewonnen door uh, Suzuki. Suzuki. gsx r ja, ja. Ook zo'n prachtig verhaal. Is niet meer ja. te koop in Nederland, ja. maar is, uh, ja. is nog steeds mooi. een kanon van een ding natuurlijk. En uh, Yamaha met de R1 werd wereldkampioen. Ja, Yard. het ja. jaart ja. ja. um, ja, Ik onthoud ook nog dat het uh, de laatste race was voor Sylvain Guintoli in ja. het, uh, bij, mm -hmm. bij het Zert. Ja, bijna de laatste, weet... want hij werd ook al ernstig ziek. En uh, de laatste negen uur ja. hebben die jongens met z'n tweeën moeten rijden. Ja. Omdat Quintuli uh, ja, eruit lag. Mm -hmm. Maar inderdaad, maar wat een vent is die dat kerel En dan die ja. Greg Black ook zo'n leuke piloot. Ja. Eigenlijk, het CERT, die hebben toch Frank. echt wel een cool team bij elkaar. Dat vind ik echt, uh, Wie is die spannend. Greg Black? Greg Black ik, heeft, heeft, ik, hoor, ik heb hem een aantal keren voorbij horen komen. Want ik heb hem wel een beetje te ja. scannen. Franse piloot uit het Endurance heeft volgens mij nooit echt. Veel andere grote kampioenschappen gereden. Ja. Buiten ja, Frans Superbike kampioenschap. En dan in de endurance. Ja, gewoon heel groot geworden. Zoals heel veel van die jongens hij daar. Hij zit al ja. heel lang in. En hij komt origineel uit Engeland. Maar woont al jaren in Frankrijk. Ze is volgens mij meer Fransman dan Engelsman. Ja. Maar dat team is natuurlijk al. Ik denk dat dit. Uh, de Tigst. Nou, ik weet het aantal dus niet. Maar de Tigst. Ze hebben volgens mij 14 wereldtitels binnen ja, gehaald met die Suzuki. En het blijft dan bijzonder om die GSX r gewoon mee te zien blaffen. Ja, ah, toch. Ja. je denkt, verdomme. Suzuki trekt zich ja. terug uit de MotoGP. Suzuki ja. trekt zich overal ja, terug. Ja, en ja dit is ook geen fabrieksteam meer. Nee. Dat nee is wel, uh, het is, heet nu Yoshimura Set. En, uh, maar ja. Ze hebben ja. nog een lichte vorm van ondersteuning, maar dat daar wel houdt het ook bij op. En ja. het was daarom, dat zei ik uh, voorafgaand aan deze aflevering ook even tegen Johan. Ik ben toch eens stiekem gaan googelen van ja, wat moet zo'n GSX-R1000 nu nog kosten, als je hem gewoon straatversie koopt. Ja, kan je niet meer kopen. Nee. <laughs> Kijk, niet meer krijgen. Ja. Ook dat was nee. weer één van de rare dingen. Ze zoek jarenlang geen nieuwe modellen gebracht. Ja. Toen kwamen ze met een nieuwe GSX-R1000 met variabele clap timing. En toen was die alleen niet Euro 5 goedgekeurd. Dus was het heel snel weer klaar met dat ding. Totaal ja, ja. onbegrijpelijk. Ja. onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk. All right, over naar de pauze. Ben je op zoek naar nieuwe motorkleding of accessoires? Dan ben je bij GroenBurner Motorgear aan het juiste adres. Met meer dan 28.000 verschillende producten op voorraad... hebben we altijd het juiste product voor de beste prijs. Je vindt ons langs de A59 vlakbij Den Bosch. Tijdens het motorseizoen zijn we maar liefst 7 dagen per week geopend. Bestel je liever via onze webshop... dan versturen we jouw bestelling nog dezelfde dag als je op werkdagen voor 10 uur bestelt. GroenBurner Motorgear. Fun starts here. En nu terug naar de podcast. We komen terug uit de reclame en dan heb je waarschijnlijk gehoord dat de reclame nieuw is... Net zoals de jingle aan het begin nieuw is. Dat is wel jammer, want die vorige, daar zat de Tamara in de vriendin van Reno. Ja. Uh, maar we hebben nu een hele professionele, en aan het einde hebben we ook, blijf even wachten, uh, hebben we weer een super professionele vormgeving van deze show. Dus daar zijn we super gelukkig mee. Alrighty. Um, vaste rubrieken, moeten ja. we nog een aantal afwerken? Die mogen we niet vergeten, zoals we vorige Zeker keer niet. gedaan hebben. Oh echt? Uh, ja. <laughs> we zullen beginnen met de, de motor marketing, misser van de maand. De, de quadruple M ondertussen. M MMMM. De motor marketing, marketing misses. Ja, ja, dat is ja, toch uh, vervallig voor, voor ja. weer. Ja, die is wel, ja, 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 ja. Die is wel redelijk, uh, ja, jij bent natuurlijk helemaal thuis in dat ik, marketing gedoe. Die is redelijk visueel. Dus voor de mensen die luisteren zijn, enkel aan het luisteren. Een plaatje bij kan tonen, zeg maar. Ik zal het zo goed mogelijk proberen te beschrijven. niet eens. Nee, zelfs dat niet. Het is in ieder geval Het is Aprilia geworden deze maand. We doen het elke twee weken, maar het is toch van deze maand. Uh, die hebben namelijk een SRGT-scooter uitgebracht. Ja. En de trend is ingezet door Suzuki eigenlijk... dat ze die MotoGP-machines van ze heel groot Suzuki opzetten... over de hele breedte. Nou, ja. daar komt dan je been overheen... en op een gegeven moment kan je dan op een stuk van het chassis... kan je dan niet plakken of weet ik veel wat. Nou, dat heeft Suzuki lang volgehouden. Dat doen ze nog steeds. Daar herken je heel duidelijk, dat is een Suzuki. Nou, Aprilia is dat ook gaan doen. Heel groot Aprilia erop. Alleen nu op die SRGT hebben ze dat ook gedaan... Alleen dat ding zit zo vol met kapjes, dingetjes, rammeltjes, weet ik ja. wat, dat het <laughs> lijkt alsof er een Chinese maaltijd op staat of zo. Het is, het is echt onleesbaar geworden. Ja. Er staan wat witte stipjes hier en daar. En als je heel goed kijkt, denk je, ja, dat is wel Aprilia. Dat is wel eens. Ja, Maar raar, want ze, ze, ze zijn op een gegeven moment wel overgegaan door alleen de A erop te ja. zetten, toch? Ja, klopt. Maar dit moest dan zeg maar racing, want dit is dan de GT-versies afgeleid van de motor machines Bla 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 bla. Alleen, ja, ze hadden ja. even gerekend buiten de bedrukbaarheid van uh, alle onderdelen. Het ziet er uh, heel, ja. heel erg grappig uit. In het ja. Cyrillus schrift staat er waarschijnlijk zoiets als ja, ja, gigantisch ja, lul'. Oh, ja, 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 ja. 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 Nee, het is gewoon ja. alleen al het idee dat je een MotoGP-versie gaat uitbrengen van een scooter. Oké, okay, dat is iets, dat hebben we in het verleden wel ja. gezien bij die 50cc'tjes als paddockscooters en zo. Arturo. Ja, maar ze moeten ja. wel. Ze dat moeten was. wel. Want iedereen vraagt zich af, waarom racet Aprilia? Ik bedoel, motoren verkopen ze niet. Ja. Gewoon niet. De niet. Het is heel onaardig, maar die de dingen worden wereldwijd niet verkocht. Ja. Dus waarom race je dan? Ja, om je scooters te pluggen. Nou, om je scooters te pluggen ga je dit doen. Dus ik, ja, ja. die snap ik wel. Marketing trick. Marketing trick. Maar ja, de uit helemaal. praktische uitvoering is uh, <laughs> vooral grappig. Uh, Google hem even, de SRGT van Aprilia. Ja, Alright. de 200 is het volgens mij. Dan uh, over naar uh, rubriek nummer twee. Renault Rare raar nieuws. Rare nieuws. Rare nieuws. Rare nieuws. Raar. Um, ja, daarin zien we dat Yamaha ook weer uitkomt met een modelletje. <laughs> ja. Maar ook niet helemaal. Ja, ja, het is. Ja. Een, ja, sorry, het komt weer bij mij vandaan. Maar um, ik krijg al die shit natuurlijk binnen. Ja. Ik krijg een klinkend persbericht binnen van Yamaha. Met uh, de nieuwe WR450F. Dat is een enduro motor. Uh, de WR450F uh, onderscheidt zich van de IZ450F. Dat is de crossmotor, Natuurlijk door. Uh, 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 iets rustiger ja, voor, motor verhogen, Voor de, mens, voor de maar, mensen die niet in het offroaden thuis zijn. Dus een crossmotor is pure crosscompetitie. Een ja. en duro is eigenlijk op, meer met, met een koplamp, met ja. een achterlichtje. Straatlegaal. Ja, met knipperlichten, met een kentekenplaat. Met alles erop waardoor die ja, gehomologeerd wordt. En waarmee je er dus uh, de paden op de lanen in kan. Zeg ja. maar. Dat is uh, een enduro motor. Nou, prachtig persbericht. Ik denk goh, ontroerend mooi. WR450 F en een WR 450, <laughs> 250f en bij de wr 250 staat wel dat die niet in onze markt geleverd wordt ja, ja maar die wr 450 die is al jaren niet meer leverbaar in Nederland en in heel Europa niet uh, omdat die niet gehomologeerd is te krijgen dat is de truc die ktm als een van de weinige steeds lukt en alle anderen niet ik denk toch eens even bellen met je maak. ik zeg hoe zit het met die wr 450f ja die gaan we niet verkopen in Nederland ja. <laughs> Heel zo, lang pagina's, is. lang persbericht. Dat ding is ook echt super gaaf. Iedereen zou hem zo, ja, zou hem ja, zo ja, hem ja. graag kopen. Er is wel een truc. Maar dat is dan via het buitenland. Want de Nederlandse wetgeving is net weer wat strenger dan uh, vooral Duitsland. Duitsland is populair. Ja, ja, en ik heb ook zo'n br 45 f een oude uh, dat is, of een iz 450 f met een kenteken erop, die is ook via Duitsland gegaan. Ja. Er is een vent in Brabant, die deed dat altijd. Uh, en, is een andere, en dat kost dan, denk ik, 1500 piek of zo. En dan heb je er alsnog een kenteken op. Maar ja. de officiële importeur gaat hem dus niet voeren. Ik ja. zag al dat, dat bericht voorbij komen. op... Uh, raar nieuws. Ja. ja, nou ja, dat nog niet eens. Voordat ik besefte dat het raar nieuws was, dacht ik uh, bij het zien van die WR54. Oké, okay, gaan we nu even een projectje maken? Gaaf, voor een, hè? een supermono. Doe mij iedereen. Ja, ja, precies. Mm -hmm. ja. Ja, ja, gaan we nu dat eens even doen? Maar goed, hij komt niet. Mm. Oké. Okay ja hij is dus uit het buitenland te halen maar de, ja, ja, uiteindelijk oké, maar... Koop je, dan koop je zonder kentekenplaat en als je hem zonder kentekenplaat koopt dan koop je een IZ want die is voor de crossbaan ja. Ja. en niet een WR. Ja. klinkt het nederlandstalig persbericht ja een ja. beetje uh, gevalletje door je mus uh, ja. Zeg maar. nou ja raar nieuws vond ik het ja, wel. Raar, het komt raar, binnen raar, als nieuws ik denk, ik denk eigenlijk dat we aan het raar nieuws dat we er toch nog één dingetje mogen aan, uh, aan koppelen dat gaat dan weer richting de motorsport richting de MotoGP waar we hopelijk als dit uitgezonden wordt uh, als jullie dit aan het luisteren zijn, al iets meer duidelijkheid over hebben. Maar momenteel is er nog volledige chaos in India, waar de MotoGP naartoe ja. trekt. Ja. Ik weet niet wat jullie al hebben zien passeren op Twitter, maar ja, het gewoon... Ja. Habibabi vrachtwagens, ja. een teams, onveilig circuit. Teams die geen visas ja. hebben. Ja. Je verwacht een paar het niet. Je verwacht het niet. Aan de andere kant, uh, 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 Pieren of Trunkelbot, een van die twee van KTM, heeft gezegd... Eén Indiase Grand Prix is voor ons veel belangrijker dan vier Spaanse Grand Prix's. Ja. Wow, dus uiteindelijk, ja. ja tuurlijk, want daar is de markt Als marketing van uh, 120 miljoen motoren. En, uh, maar het is, uiteindelijk is het gewoon te snel. Er werd ook steeds gedacht, er wordt voor 2024 en Formule 1 is er twee jaar geweest. Die hebben door al dat gezeik gezegd, jongens de reutel, uh, mooi nieuw circuit, maar we komen niet meer. Ja. Uh, terwijl ook voor hun dat een enorme markt is. Maar ik uh, mag daar werken vanaf uh, vrijdagochtend. Want dat begint wel op onchristelijke tijden dan. Niet in mee. India. Niet in India, maar wel in Hilversum. Uh, maar ik ben ook benieuwd of het doorgaat, want dat circuit, ik heb wat op boord zitten kijken. Daar zitten een paar bochten in waar gewoon ja. een haaks rechts af en dan een muur. Uh, ja, naar, uh, naar fim veiligheidsnormen toe is het gewoon. Ja, maar ja, die niet zijn ook praten. wel eens een beetje buigzaam. Maar ja. ik geloof niet dat die muur daar kan je niet meer wegkomen. Nee, die is minder dat, buigzaam. Uh, dat was uh, toch uh, al lang bekend. Dat, uh, toch? dat ja, dat ja maar toch de Indiërs hebben ja, En het verhaal wat nu gaat is dat er heel lang, doorna schijnt er al twintig man te hebben zitten om alles te regelen. Alsnog zijn die visa's een grote klusterfuck geworden. Alsnog, eh, buitenlanders wordt niet aangeraden huurauto's te hebben. Nou, rondom een GP worden er ongeveer duizend huurauto's verhuurd altijd... Dus er rijden nu bussen. Nou, daar worden exorbitante bedragen voor gevraagd. Ik geloof dat ze sommige teams 25.000 euro kwijt waren aan alleen busjes op en neer. Jezus, ja. Eh, <tie Holocaust> eh, nou ja, als je dan weet wat de wat levensstandaard daar is, is dat gewoon ja. uh, 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 done, done. Ja. een jaarbegroting voor een uh, flink bedrijf. Levensbegroting. .Yeah, ja, ja, en dan zit je ook nog mee dat uh, um, er vooral enorm gewaarschuwd wordt voor voeding en vooral water. Uh, ja, dat maakt het wel heel, heel ingewikkeld. En. Ik heb me laten vertellen dat uh, Nederlandse coureurs ook nog niet allemaal op het vliegtuig zitten terwijl ze hun vlucht al wel hadden. En ik zie ja. al coureurs die zich melden op het vliegveld en zeggen: ja, geen visum. Sorry, je vriendje komt er niet in. Ja, ik had ook al fotografen ja. gezien die dan zelf met de motor rijden. die voor de zekerheid toch maar hun leren pak en helm hebben meegenomen. Dat als de piloten niet ja. aankomen, je weet het nooit. Je weet het ja. nog, misschien kan ik als invaller. Ja, ja, ja. Echt, ja ik vond het wel grappig. Maar uh, ja. hoe, hoe schat je de kans in dat die GP doorgaat? Hoeveel procent geef je het? Nou, ik denk dat het gewoon doorgaat. Maar uh, de vraag is alleen of het een race wordt. Uh, ja. Al lang gaat het gerucht in de paddock dat het misschien wel Demonstration Labs gaan worden. Ja, okay. nah, kom. Ja. Dat ze er ja. geen, uh, geen strijd voor het kampioenschap uh, nee, van nee, dus dat het, en wat het dan wel wordt, maar uiteindelijk dat er wel gereden wordt. Maar het verhaal is tot nu toe vooral geweest... wie het eerst beweegt is af. Het is net Mikado. Dus als ja. Dorna had gezegd, jongens, het wordt een klerenzooi daar, we komen niet. Ja. Dan had uh, India, India gezegd, nou jongens, uh, jammer, pech voor jullie. En nu zeggen ze, als wij er donderdag komen en het circuit wordt afgekeurd... is het probleem voor India, daar moeten ze gewoon de rekening betalen. Dus het gaat uiteindelijk gewoon om geld. Ja, zoals maar ja, goed, de hele, de hele expeditie richting India was al... Ingegeven door geld, natuurlijk. Natuurlijk, 100%. Maar dat is niet altijd verkeerd. Ik bedoel, KTM, hun markt is immens in India. Dus ik snap wel dat ze er willen. Ja. Dat, uh... Ik uh, stel voor dat we hierbij toch al een lichte voorzet geven bij KTM. voor de presentatie van de 2025 Super Duke. Ja, ja, ja uh, op uh, Butt but, uh, International <laughs> Circuit in India. Laten we dat doen. Ja. Oh, ik neem langs. zelf wel een paar koekjes mee dan. <laughs> ja, uh, dat. Qua eten. We regelen wel een busje. Ja, ja. Ja. Um, nee, we hebben nog wel een belangrijk uh, nieuwsitem dat we even moeten, uh, moeten aansnijden. Dat ga jij volgens mij ook heel leuk vinden, Joost. Um, het is namelijk zo, vorig jaar zijn er al patenttekeningen opgedoken waaruit zou blijken dat Ducati opnieuw bezig is met monocylinders. Uh, Eén cilinder, één, één cilinder. Ja, dat is hetzelfde, voor de duidelijkheid. E ja, ja. ja. uh, uit die patenten bleek dat het zou gaan om ongeveer 600 cc mono. En ik begin dan spontaan te dromen van een Ducati Supermono, maar nu zijn er uh, Spypics opgedoken waaruit dat blijkt dat het om een hypermotor gaat. Logisch, supermono verkoop Logische je Logische zet, inderdaad. Hypermotor heel uh, breed inzetbare motorfiets, leuk ding. Uh, is volgens mij ook gemakkelijk uh, te, te schalen naar scramblers, andere modellen. 400, uh, 300. Zelf, ja, pla platformbouw is populair ja. in, in de motorwereld. Kunnen ze met dit ook perfect gaan doen. Maar Ducati die monocylinders gaat bouwen, dat op zich is al speciaal. Um, en ik kan er eigenlijk maar één conclusie uit trekken. Dat is enerzijds Aziatische markt moeten ze mee hebben. En dan langs de andere kant, ze willen gewoon meer jeugd ook opnieuw gaan betrekken bij het merk. Ja. Want ja, instapmotoren bij Ducati. niet. Zijn er niet, hè? Ja. Nee. Niet echt. Monster. Om... Ja, de... Nee, maar je, kon, je, je kan de twee cilinder nog zo goedkoop maken als je wil. Gewoon de, de, scr de Scrambler is dat op het moment natuurlijk. Het monster is veel te duur geworden. Het is veel te hoog in de boom gaan zitten. Dat is lang niet ja. meer de opstapper die het vroeger was, dat is de heropstapper. Ja, 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 dat, ja, maar, ja. De gefortuneerde heropstapper is dat eigenlijk. Dat is al een zeer serieus te nemen motorfiets, natuurlijk. Absoluut. De. de 756, 765. Nee, 937. 937. Hm. Lang sprak geleden dat ik met dat ding heb, Dat hij ja, geïntroduceerd werd, hè. Hey? Holy shit. Ja. ja. Het nee, maar helemaal niet meer op de, de nieuw hè? Ja, ja ja, 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 de ja, ja. Nee, maar in ieder geval. De, uh, de, de enige monster ja, ja, maar goed, ook een scrambler is natuurlijk niet uh, goedkoop te krijgen. En. Ik, heb me altijd, ik zit me al jaren te verbazen dat KTM gewoon het alleenrecht heeft in die lichte markt. Uh, met de, de, de 200cc toen uh, in, in het Verre Oosten, het de 390. Ja, ja oké, okay, maar het ready to, ready-to-race gevoel, dat, 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 dat heeft, heeft, KTM heeft daar het alleenrecht op ja. in, de, in het Verre Oosten met die 390's. Ja, maar ja, ik denk dat met die... jaren geleden ook bijvoorbeeld jaren geleden ging ik eens een keer naar, oh, een naar <laughs> boodschap ging doen want, ja. uh, in Sepang. Ja, en en maar dan op de op de weg ernaartoe, weet je wel. Al die Kawasaki. jonge kids, ja, ook Kawasaki's. Daar was ik mm -hmm. bij toen. Ja, dat ook. Hoe was dat met Kawasaki bedoel ik. Nee, 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 maar gewoon uh, korter geleden, een jaar of zes, ja, ja, geleden. Ja, met Kawasaki van... ben ik daar nog een keer geweest. zet ik steen, zet ik 10 ja, op Sepang. Ja, kan ik me nog iets oh, uh, ja. voorstellen? Ja, nou, goed, ja, nou, fijn. Maar ja. in ieder geval, al die jonge kids, die reden allemaal op 390's. Volga's over die snelwegen. Meisje ja. achterop, uh, of niet. Of de 200cc, die heb je daar ook natuurlijk. Ja. KTM mm -hmm. 200. En, en ik, ik heb me constant zitten verbazen. En het is nu opgehouden van... Wanneer duikt iemand in dat gat ook? Nou ja, hm. je ziet alle merken dat nu doen. Ik bedoel, uh, en de meeste... Het is moeilijk om een route te verzinnen. Je ziet bijvoorbeeld Triumph doet dat nu. Ja. Die Bajai, laat door Bajaj zo'n licht frikandelletje bouwen. Maar het heeft... Nou, een mooi ding. Uh, klopt. Uh, Harley doet dat ook. Laat door een stel, door Chinezen laat hij een licht frikandelletje het bouwen. Stel Chinezen. Dus, ja, een stel, <laughs> een stel Chinezen. Uh, maar dus, het is zo lang geleden, mooi. Ja, dus ik denk dat dit er uh, wat. wat Arno net ook al zei, dit is voor platformbouw heel erg geschikt. Maar dan moet je eerst de naam gaan opbouwen. Dat heeft natuurlijk KTM supergoed gedaan. Al uh, die hebben dat uh -huh. al. Dus KT, uh, Ducati begint in mijn optiek aan dat verhaal aan de voorkant gewoon weer met een woestige, stoerige, uh, één cilinder. En daar gaan ze heel stoer mee doen en heel erg heftig. En dan gaan ze een beetje de Super Enduro en uh, uh, dat soort machines beconcurreren. En daarna, als die naam eenmaal staat, kan je er een 400, een 300, een 250, een 200 en 125 van gaan maken. Maar dan moet je eerst dus dat segment ja, gaan, gaan, uh, jezelf gaan laten zien. En ik denk dat dat met deze dan. Ik ben heel Begin benieuwd eens. hoe dat gaat lopen, omdat zo. Ducati... Het doet mij heel veel denken aan die... Uh... We hadden het daarnet al over de special editions bij MV Agusta. Ik kan me nog herinneren dat ze dan met uh, de unspecial editions begonnen met... Uh, ja, wat was het daar? De Edizione Rosso of whatever. Ja, dan, dat was niet zo'n goed idee. Die dan plotseling ja. een stuk goedkoper moest zijn. Ja. Dat je dan uh, een betaalbare kleine Brutale en een betaalbare kleine F3 had. Ja. Uh, ja, dat verkocht voor geen meter, omdat MV is een premium merk en daar wil je... Een brutale 10.000 RRRR uh, edition gold van met kopen. Titanium spiegels. Ja, ja dat ja, ja. Uh, en dat is bij Ducati toch ook wel. Die mikken toch ook wel meer op dat uh, ja, Italiaanse ja. design, premium. Ja. Het mag allemaal iets meer kosten, zolang het maar ja, high-tech is. Maar ja, beste dat is al in die markt makkelijk. Hè? Want dat zie je aan een KTM bijvoorbeeld. Jij zegt, je ziet er iemand uh, in uh, Maleisië met een 390. Ja. Een met een 390 ben je in Maleisië de koning. Ja. Ik bedoel, dan heb je de zwaarste, dikste fiets van allemaal. Reizen allemaal de moeder. Ja. Dat is gewoon wat, wat cool is daar. Ja. Dus uh, ik denk dat. Uh, in mij lijkt logisch dat Ducati dit met deze gaat doen. En dan langzaam daar de trapjes onder gaat bouwen. Okay. Uh, om inderdaad dat gat te vullen. Want je kan niet meer overleven met alleen maar fietsen in Europa. Dus ze zullen iets moeten. Nee, maar tegelijkertijd, en dat vind ik wel belangrijk, is dit hopelijk ook weer. ...een beetje een opening richting jongere motorrijders. Want ja. dat is hetgene wat we ook uh, gezegd hadden... ...waar we met dit onderwerp uh, naartoe willen. Dat is van hoe krijg je in godsnaam nog jonge motorrijders... Ja, sorry, Joost is even ja, sorry, aan het ja, uh, aan blaffen als een oude hond. Uh, die... Vliegende pleurers heeft hij. <laughs> ja. Ja. ja, dat je komt je ja. nog van jouw absa-verhaal. we het ook ja. nog over hebben. Maar um, Dus die jonge rijders. Hoe krijg je jonge rijders op jouw motorfietsen, op jouw merk? En dan leek het ons wel interessant om even een rondje te doen... Wie hoe begonnen is met motorrijden? Hoe ben jij ooit begonnen met ha. motorrijden? Ja, nou, dat is een beetje een bijzonder verhaal. Um ik vond motorrijden altijd wel cool, maar het is er nooit van gekomen. Maar op een gegeven moment heb ik voor werk al alle, alle rijbewijzen gehaald. Dus uh, vrachtwagen, okay. bus, weet ik veel wat, aanhangen, allemaal los examen gedaan. Toen had ik op een gegeven moment zo'n kaartje. En denk: verdom, er staat gewoon op A. Ah, staat gewoon niks. Dat was bij de politie of bij de. Nee, thing, nee dat was bij uh, uh, gewoon uh, voor, uh, voor die tijd nog allemaal. Oh, ja. zeg Ja, maar. je tijd dat dat als uh, truckchauffeur. Als truckchauffeur. Ik denk: als truckchauffeur kan je altijd geld verdienen. Dus ik ga die dingen <laughs> halen. Ik ga uh, busrijbewijs halen. En toen was die A, had geen stempel. Ik denk, nou, dat is Dus really? ben ik. Ja, zo is het wow. gegaan. Zo is het echt gegaan. <laughs> Toen heb ik uh, mijn mo motorrijbewijs gehaald, omdat ik dacht, nou, dan heb ik die stempel. Ja, ja. Toen heb ik eerst uh, mijn zus, die had een uh, Suzuki GS 8,5 met zo'n windjammer-kuip. Ja, windjammer. Jammer, ja, windjammer. En daar heb ik toen een jaar of twee wat mee gekloot. En uh, toen veranderde opeens nogal wat in mijn leven. En dacht ik, weet je wat, fuck you allemaal. Uh, toen uh, heb ik een CBR 1000F gekocht. Want dat leek me als eigen motor <laughs> leek me dat het allerbeste. Volledig, volledig van de bank geleend. Dus oh. als we het over beginnersmotoren gaan hebben, ben ik bang dat ik niet heel het veel... Het is echt geboren uit passie bij jou. Het is echt <laughs> <Ja. geboren uit laughs> dat ze gewoon een, Even een stempel ja. halen. Het rare is ook dat ik... Ik weet nog, ik had het er laatst over toen ik begon bij Motor 73, Dat is 25 jaar geleden of zoiets in de buurt. Uh, dat ik echt gewoon helemaal niks met racerij had. Helemaal niet eens. Helemaal niks. Gewoon uh, de, Kenny Roberts tijd, alles, uh, Freddie Spencer, ja. al die gasten allemaal aan me allemaal voorbij gegaan. Echt. Dus vandaar ja, dat ik maar een zeer beperkte motorkennis heb. We motor kennen elkaar nu iets meer dan tien jaar en dit verhaal nog nooit gehoord. Nee, heel, dat hou ik ook heel, niet voor mezelf. Van, want iedereen gaat nu natuurlijk roepen, ja snap je nou dat die vent ja, ja, die die er gaat vertrekken. Ja, die heeft helemaal ja, geen basis. En het raar is dan dat ik eigenlijk binnen tig jaar uh, motorjournalist was. Dus dat sloeg ja, eigenlijk gisteren. nergens op, want ik had ja. gewoon kennis nul. Ja, kijk, dus die, die influencer met zijn vraag van daarnet... Uh, die ja, net ja, ja, ja deze, precies, het een antwoord Bel maar, ik leg het je uit. Ja, <laughs> ja, ja, ja moet je moet zeker iemand bellen, ja. Hilarisch. Ja, jeetje, Mina. Ja, bij, bij jou is het wel anders gelopen, hè, Jos? Jij had toch wel een beetje een, uh, ja, een, een familie op twee wielen, hè? Of, uh... Ja, nou, vooral een vader. Oké. Okay. Voor, uh, vooral een vader die, uh, die me dat uh, met de paplepel heeft bijgebracht. En dan vooral de, de charme van het zelf sleutelen en van... Uh, geringe cilinder dat je met beperkte middelen toch uh, de, Col de La Birarde op kan uh, in de Alpen weet ja. je wel met een 150 cc poeg, met een kameraad achterop met uh, van uh, 100 kilo weet je wel d dat soort <laughs> dingen dat dat, dat dat is me altijd bijgebracht ja, ja. en verder ja op mijn elfde begonnen met bromfiets uh, altijd gesleuteld op je en, elfde wauw ja en toen ja op mijn elfde met bromfiets uh, begonnen en, nou ja, dat worden, toen werd het dus motorrijbewijs. Mm -hmm. je moest motorrijbewijs. Mijn ouders zeiden nee, auto. Ik zei nee, motor. Ja. In ieder geval lang op en neer en zo. Ik zei oké, okay, auto, maar dan betalen jullie het. Oké, okay, nou goed. En toen had ik voor 500 gulden daarna had ik mijn motorrijbewijs. Uh, met mijn oude CB'tje, die ik nu nog heb. Dus, nou, ja, dat, dat is wel je, cool dat je die Naar, naar Spanje gereden, ja. Ja. zo twee keer. Ja. Want dat deed je gewoon zonder uh, fatsoenlijke kleding en zo. ging je gewoon naartoe. En... Uh, afgestudeerd in de Franse taal en letterkunde, dus geboren uh, leraar Frans. Uh, maar goed, dat, uh, <laughs> dat, dat kon hem niet worden na twee jaar. En ik wist gewoon dat ik moet. En zal in die motorbusiness terechtkomen. En dat is inderdaad wel een, ook wel weer een aardige tip voor die. Ja. Diezelfde gozer, inderdaad, die dat vroeg, Maar mij is dat die. Zat het vuur, zat zo ongelooflijk diep. En die overstap van bromfietsen naar motorfietsen, die is er dan gekomen met die 2,5 CB. Ja. Dat was echt jouw eerste, ja. Jouw ja. eerste motor. Ja. Oké, okay. ja. grappig. Ja, iets minder uh, indrukwekkend dan een uh, CBR1000. Nou, 1000. nou, nou <laughs> ja. ik wou net zeggen, CBR1000F en daarna ja. Fireblade. Ja, maar dat is ja. wel wat. Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja. ik las de bladen wel. En ja. Fireblade, uh, ja. en alles. Oh, dat was wel wat. Heel ja. Ja. ja, op een dag dacht ik dat dat echt het beste idee is. Ik ging naar de bank. Ik zeg, ik meen dat dat ding 12.000 gulden kost of zo. Ik zeg, doe mij 12.000 gulden lenen. Wauw, pop, dat ding gehaald. Ja, echt heel verstandig. Ja, en ik heb natuurlijk altijd die, die voorliefde gehouden voor dat kleine materiaal. Ook om. Een beetje tegenwicht te bieden aan de exotische motoren die wij dan bij tijd en weilen rijden. Gewoon de, ja, ja, de, de, de grote kanonnen. Je bent hier gewoon weer op de trail, weet je toch? En we gaan op de TW 125. Voeten <laughs> op de grond houden. Uh, ja, ja, zeker. Goed verhaal, man. Ja. Hé, hey, ja. uh, Arno? Ja, bij mij is eigenlijk begonnen uh, rond de periode dat ik uh, 16 jaar werd. Toen waren de Honda Dacia's... Dat is vier jaar geleden, toch? Ja, dat was... 2022 was dat. Uh, ja, nee, sorry. dat moet geweest zijn uh, ja, 2004, 2005, 16, 17 jaar. Uh, toen was er een geweldige hype rond de Honda DAX. Uh, in België en in Nederland had je dan ook wel die Honda SS SS50, ja. die, uh, die erg populair waren. TS50 heb ik nog wel gehad. Een TS50, Suzuki. Maar dat was, nee, uh, een, uh, Honda. Dat was een uh, model met beenkap of zo, een beetje half scooter-achtig scooterachtig. Ja, het was een, uh, een, een rare versie van de SS50. Tenminste, zo leeft hij in mijn herinnering. Het was zeker een Honda. <laughs> ja, misschien nee. in de realiteit is het toch net zo. Toch een nee. SS50 geweest. Met <laughs> to, een, ja. to Google. fijn, sorry. Uh, ja, ja. Nee, dus die Honda DAX, dat was bij een uh, ja, begin op, op twee wielen. Um, dat was super populair. Er was een hele online community rond en je had heel veel meetings. En dan was het uh, cool in de middelbare school om te zeggen dat je een Honda DAX-project had. En een echte Honda DAX, geen Chinees. En en dat een hele scene rond ontstaan waar ik dan... Uh, Met ja, takegama, uh, ja dat. Ja, tuning, ja, ja, ja. tuning parts. Ja. En je had echt jongens die, die dik 10.000 euro in zo'n bromfiets uh, pompten. Om dan uiteindelijk ja, een, uh, een bromfiets te hebben Hij die wel... euro's op... in jeugd, hè? we gaan Ja, euro's in, <laughs> euro's in jeugd ook al. echt. Ja. Maar dus daar werd geld tegenaan <laughs> gegooid. Niet normaal. En dan uh, heb ik uiteindelijk toch uh, al ja, mijn spaarcenten bijeen uh, gekrapt... Om ook een Honda te kopen. Dat was uiteraard, ja. Ik kende niks van motorfietsen. Ik kwam ook niet uit de motorfamilie. Ik kende er helemaal niks van. En dan, dan koop je er eentje met het advies van een garagist: van ja, zorg gewoon dat er niet te veel blauwe rook uitkomt. Dat hij niet te veel olie verstookt. Voor zo'n monocylindertje. Dat is goed. Dus dan ga je met zo'n ding rijden. Komt geen rook uit. Goed. Kom je thuis, draai je die oliedop daar open. Zit helemaal geen Daarom olie. Daar rookt die niet. Daar rookt hij niet. Dus uh, echt alle mogelijke <laughs> miserie met meegemaakt die je maar kan voorstellen. Um, maar dus wel de echte 100 actie, en dat heb ik altijd bijgehouden. En dan is het zo eigenlijk doorgroeid. Ja, heb je die nog? Zo, die 50cc, ja, die, 50 cc, oh, cool. die, ja, die heb ik nog steeds. Goed. En is ook nog steeds een ja, origineel 50cc. Maar dan komt er al snel van ja, zo'n Monkey is toch ook wel leuk uh, om mee te rijden. Dus dan koop je zo'n Monkey en dan, ja, 50cc, dat gaat nu toch eigenlijk niet zo hard vooruit. Ik heb het wel een beetje gezien: 70cc, 85cc totdat je een 125 motorblok volledig illegaal onder zo'n 50cc hangt. Uh, in België is het ook nog zo met dat bromfietsrijbewijs. Je mag, als je een voorlopig rijbewijs hebt, mag je er een jaar mee rijden. En dan rijdt iedereen eigenlijk gewoon een jaartje zonder rijbewijs. om dan, Of destijds toch, om dan voor het motorrijbewijs te gaan. Dus dat heb ik ook gedaan. En dan uh, ja, eerst 125 uh, nog een beetje gereden. Ook met van die oude ja, rommel eigenlijk. 125 gereden. Tot ik uh, wel online gelezen had op meerdere websites. Van oké, okay, als startersmotor kan je best beginnen met iets licht, Een twee cilinder. Uh, 500cc werd aangeraden. Je had al wel de ER6 die populair waren bij de rijscholen. Een toen. oude GS500? Dat, dus dan ben ik bij een Suzuki GS500 uh, als eerste motortje terechtgekomen. Wel eentje met een kuip, want ja, een kuip is wel racy en cool. En als je dan nu een foto ziet van een GS500, een, een rode, een knalrooie, want rooien zijn sneller, je maar dan zeker, met, ja. met echt roze striping. Oh, echt? Dat ik denk van, holy shit, oh, die, ik was echt ja. Uh, ja, geweldig. Mijn cb 1000 f uh, had, uh, die eerste had overigens ook roze striping. St <laughs> ja. Standaard, hè? Ja, dat model was het. Ja, dat komt, komt allemaal zo. terug, hoor. Komt allemaal uit ja, al ja, ja. terug. Ja, sterk nog, je heeft nu een uh, uh, jubileummodel in de cross. Die is helemaal ro met roze bestikkeringen. Uh ja, ja, ja. ja. En die Tenere eigenlijk, die World Trade die ze ja. nu hebben uitgebracht, is ook terug met, uh, met roze. Oh, grappig. Maar dus die, die GS500, en dat was ook de motor waarop ik uh, ben gaan solliciteren bij Motoren en Toerisme. Die heb ik toen de overstap van bromfiets naar motorfiets is bij mij voornamelijk gekomen omdat ik uh, toen werkte bij het Laatste Nieuws. Die zaten in Brussel. Ik woon in Antwerpen. Het traject Brussel-Antwerpen. Ja, dat zijn twee van de drukste ringwegen van Europa, moet ik jullie niet uitleggen. Het gaat met de motorfiets let, niet, net nee. iets sneller dan, ja. uh, dan met de auto. Dus dat was duidelijk van ja, ik moet motorrijden. En dan uh, ja. Ooit een uh, vacature gezien bij Motoren en Toerisme, daar gaan solliciteren met de GS500. Ook grappig trouwens, want uh, Dirk Gosseien was toen uh, hoofdredacteur, die belde me: ja, wat voor motor? Hè? Ja, een GS. Ah, <laughs> dus, ja, ja. Uh, ja, ja. <laughs> ah ja, een GS, Zo. zoals, zoals iedereen. Oh, ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, nee, nee, uh, GS500. Uh. Oh, uh. <laughs> oh ja, ja <laughs> suzuki ja Dat is, ah, dat is goed. Ja, ja. Vond hij dan goed? Want ja, ook uh, down to earth, uh, ja. gewoon eenvoudig. ...en dan als motorjournalist beginnen rijden met van alles en nog wat. En dan heb ik ook mijn eerste echte motor, zal ik maar zeggen. Dat was een, een CBR600F. Oh, ja. Um, ja, ook redelijk basic viercilindertje. Gaaf ding, ja. Pff, ja, gaaf ding. Ik heb hem weggedaan omdat ik het uiteindelijk zo ontzettend saai vond op de openbare weg. Van uh, met een viercilinder waar wel een beetje koppel in zit. Maar als je dan al iets wat motoren mag testen en je, je leert die tweecilindertjes kennen, dan ja... Toch verkocht geraakt daaraan. Maar dus die CBR600F, dat was dan uh, de eerste motor. Uh, maar tegen die tijd was ik ook al, uh, al 24, denk ik. Want ja, als, uh, als 18 tot uh, 21-jarige, helemaal geen geld voor, uh, voor zo'n groot ding. En al zeker geen nieuwe motor. Dus dan zoek je op de tweedehandsmarkt. En om dan even terug te cirkelen naar het onderwerp waar we mee begonnen zijn, van die Ducati Mono's. Ik denk dat uh, de belangrijkste vraag die daarbij gaat stellen niet zozeer is van... Is het, uh, is het een cool ding? Of uh, hoeveel pk's gaat die hebben, of wat dan ook. Maar vooral van ja, wat gaat dat ding moeten kosten? Ja. Want als je mm. ziet welke drempels er tegenwoordig allemaal zijn voor de jeugd om te beginnen. Als ik, uh... Maar ik vind dit helemaal geen motor voor de jeugd. Lak ik dat? Oh, uh, ja, modder voor de jeugd. Nee, ik vind een, een, een vind dikke 1 vind ik geen motor. Uh, een dikke één vind ik geen motor voor de jeugd omdat dus je te brut gaat zijn. Hij dus is te, te lastig, te bokkig, te ja, omdat onhandig. Jij, uh, omdat jij denkt aan TR 600 van 600 ja, ja. ja, Dr. Big. Uh, ja. Of, of meer van die, van die dikke mono's. Dat ik altijd denk. Nou, nu, ja, met wat, vind een... je, wat vind jij dan? Omdat je eigenlijk heel voorzichtig begonnen bent met 125. Ja, ja. GS500 en deel. Wat vind je er eigenlijk van? We hadden net al een beetje ter sprake gebracht. Wat vind je ervan dat, dat, dat eigenlijk een 900cc tegenwoordig al een middenklasser is? Een leuke oh, fiets om mee te beginnen, wel, ik, in de volksmond. Bij mij is dat zo gegroeid omdat ik ook gewoon niet de centen had om in één keer iets dik te kopen. Ik heb ooit op het punt gestaan om via een veiling als eerste motor na de illegale bromfietsjes een, uh, een 900SS te kopen. Een Ducati 900SS, die dan ook wel wat schade had, dit en dat. En... Langs de ene kant denk ik van oké, okay, dat zou ontzettend cool geweest zijn. Zo'n iconische motorfiets, die wil ik echt wel hebben. En ja, langs de andere kant denk ik dan van: als ik die motorfiets had gekocht, dan reed ik nu niet meer met de motor. Dan had ik oftewel een ongeval gehad, oftewel was ik zo gedegouteerd geraakt van alle problemen die je, die je met zo'n ding tegenkomt. Het kostenkaartje dat eraan verbonden is, mm, um, ja. het feit dat zo'n ding ook helemaal niet goed rijdt voor een beginnende rijder. Hè? Jij haalt het al aan van bokkig rijden, uh, ja, een 900SS. Ik heb er nog niet mee ja, gereden, maar ik kan me voorstellen dat, ja. dat, dat de Ducati-koppelingen van destijds daarvan alleen al, als je daarmee door de file moet... Ja. Uh, en dan, dan spreek ik over mooie wel, bochtjes gaan pikken. Ja, he, maar waren er waren mindere Jesus. alternatieven. En ik denk dat er nu superveel alternatieven ja. zijn. van kleine, lichte motoren. die, die super makkelijk te rijden zijn. En mm -hmm. dat is denk ik hetgene wat wel. voor ja, instappers heel, heel veel makkelijker is. Even, even, ja, precies. Maar even terugkoppelend gewoon naar Ducati. met een één cilinder. De concurrentie is natuurlijk ook. enorm geworden. Natuurlijk met Chinese ja. merken. Ja. En... Want die 600. Het is niet zo dat KTM nou die dingen staat uit te delen, die 690's. Nee, dat is maar... nee, helemaal niet die zijn, die zijn ook best prijzig. Maar ik, ik merk gewoon altijd dat ik tegen dat financiële verhaal altijd aanloop bij de jeugd. Voornamelijk ja. dan ja, ja. zelf natuurlijk ja. en Ducati ook. Ducati zal maar... dat moeten doen, want als je als premium merk, kan je het niet voor een appel een eigen weg uh, schijten. Dus je moet gewoon een. Dat zou je denken, nee, maar. Moeten maken. Het is gewoon al. Oké, okay, dus iedereen moet al een rijbewijs behalen waar je snel tussen de duizend en de 1500 euro of meer aan kwijt bent. Dan moet je nog eens uh, motorspullen gaan kopen in België. Het is niet verplicht, maar kijk, je wilt toch ook niet dat uh, je wilt toch ook niet rondrijden met een helm van 50 euro bij wijze van spreken. Dus daar ben je ook al een hoop oh, geld Dat maakt. Kwijt. Jeugd, en het wordt er weinig uit, heb ik het idee. Ik zie mensen met, met, met helmmerken rijden. Daar denk ik even serieus. Ja. ja, maar er zit zo'n mooi design op. Ja. Van <laughs> ja. AliExpress, geen enkele keuring erop. Ja. Dat was wel 80 euro. Ja. Dat moeten we trouwens ook nog eens doen, hè. Zo is een, een fake array van AliExpress. Daar kopen. Oh, dat dat kopen. Ja. ja. Om hier even te behandelen. Ja. ja, even, ja. even met de hamer. Of 12 door. euro bij de man. Maar dus inderdaad. Ja, dat, hoe krijg je jongeren in godsnaam nog op de motorfiets? Ik weet niet of die kat met die hypermotor of dat ze daar direct zo hoge ogen ja, mee gaan. Je groeien. zou je ook kunnen afvragen: interesseert dat mij ook maar één reet? Ik bedoel, hm. nee, wat, serieus, wat, eh. uh, ik vind dat motorrijders altijd uh, het gesprek voeren: hoe krijgen we meer mensen op de motor? Ja, waarom zou ik waarom dat, zou dat moeten? Waarom ja. zou ik meer ja. mensen op de motor willen? Ja. dat is net zoals met dat. Uh, uh, ja. Ik vind het super slim wat België heeft met dat 125 rijbewijs. Mm -hmm. Stel dat we dat in Nederland gaat doorvoeren. Is, dat is een klak echt... van de ja, is niet in België, Het is he? een van nee, België. Het is achterlijk van Nederland nee, dat het is. Precies. Niet maar, hmm. maar dan stel dat dat gaat gebeuren. Dan krijgen we allemaal mafklappers die uh, niet kunnen motorrijden... Die gaan met 125 als een debiel gaan die zich gedragen. Die klappen er allemaal af. De ongevalcijfers strijken als een dolle. Daar heb ik dan last van. Want ja. dan gaan alle automobilisten denken: daar heb je weer zo'n markeet nou ja, Het is eigenlijk gewoon. Uit, maar uit, en wat brengt het mij? Het is Het, is, het is dat er meer chemische... motorrijders zijn. Volgens mij moet je het langs twee kanten bekijken. Het is morgen. meer voor het financiële dagblad eigenlijk interessant... Dat als er nieuws is in plaats van de nieuwsmotor. Van, uh, goed dus, voor de handel? Ja, goed, oh, we, we, er zijn meer motorrijders bijgekomen. Ja. Iedereen staat te juichen. Waarom zou ik daarom juichen? Ja. 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 Inderdaad, voor de branche is het leuk. Ja. Ja. Motorrijden vind ik... Dat vergeten we wel eens een beetje. Eén, toen ik begon met motorrijden... Uh, en voor die tijd als kind 1920. vond ik motorrijden A, gaaf omdat het gebels was en B omdat er maar heel weinig waren. Ja. ik hoor nu heel veel motorrijden zanikken over rebelse motorrijders met roefhelmpjes en uh, uh, Z900's die ja, ja, aan het wielien hebben gestapt. Je beschrijft ze zelf net als mafklappers die je er niet bij wil hebben. Nee, 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 dat, dat zijn nog jongens die wat kunnen. Die hebben een Z900 en die hebben wel een roefhelm en die kunnen wheelieën. Maar als we <laughs> straks alle halve garen die uh, snel ja. omdat ze in Den Haag werken, een motor kopen en tussen de files door gaan Europa uh, rammen. Ja. Dat zijn lui die, die, die dan op dat moment niks kunnen. Maar dan nogmaals is de vraag: waarom zou het mij interesseren hoeveel motorrijders er zijn? Ja. Ik denk enerzijds, dus voor de markt, zoals je aanhaalt, dat dat interessant zakelijk. is. En dat dat voor ons sowieso ook interessant is, want wij zijn onderdeel zakelijk. van die markt ja. zakelijk. Zel, zelf, maar, he, heel even tussendoor. Ja. Hetzelfde als van de juichende verhalen: er zijn uh, meer dan 100.000 man op de motorbeurs Utrecht. Zo ja. so fucking what? Goed for you, het was Typhus Druk. Wat kunnen wij ja. er, ja. er nog spelen? <laughs> Ja, okay, ja. ja, dus zake, goed. zakelijke kant. Maar langs de andere kant denk ik ook dat je gewoon, ja, motorrijders worden nu, pff, ja, hoe moet ik al zeggen? Paria's van de weg is toch wel een Ja, maar term zijn die we toch al, altijd al geweest? Al ja, Motorrijden ja, zijn altijd al van de weg geweest. geweest. Dat zijn ja, misschien maar, maar, maar. altijd al wel geweest, maar dat is net iets als er meer bijkomen, dat de drukkingsgroep groter wordt. Dat dingen zoals, oké, okay, in België en in Nederland hebben we de MAG. De MAG bestaat nu niet meer in België, maar dat je echt nog wel politiek ook inspraak gaat hebben in onderwerpen waar die motorrijders ten goede komen. Ik zeg maar iets ja, staat van de wegen. Oké, okay, daar gaan mm. we niet meteen iets aan kunnen veranderen als motorrijders. In België. Maar, er, zijn toch, so. er zijn toch een hoop onderwerpen die wel aangepakt zouden kunnen worden. Ja. als er meer ja. mensen met motorrijders. Maar motorrijden. weegt dat op tegen. Uh, stel dat er opeens morgen 100.000 motorrijders bijkomen. Mm -hmm. dan wordt het één grote klerenzooi. Komen er alleen maar meer regels. want dan worden ze daadwerkelijk een factor waar je. Hè, dat zie je nu al een beetje met geluid bijvoorbeeld. dat opeens er zoveel meer regels komen. omdat er zoveel zijn. Er was niks ja. aan de hand toen we op een dijkje reden met twee. En nu rijden we met 200, is er een zeik. Maar om nu een concreet voorbeeld te geven... als je dan gaat kijken bijvoorbeeld... er wordt een motorkeuring ingevoerd, want Europa wil dat. Ja, als er 100.000 mannen van Brussel plat ligt... om te zeggen van de motorkeuring zoals het er nu is... die komt ja. er niet, Ja, okay. dan okay. komt die er niet. Daar heb je een punt. Daar heb je dus punt. Uh, dus okay. dat... Dus oké, okay, maar dat, dat is even mijn wel... inbreng. Uh, ja, nee. Maar uh, uh, het dat verhaal uh, is, hoe krijgen we jonge mensen op de motor? Ja, nou, oké, okay, laten we besluiten dat dat een goed idee is. Mm -hmm. uh, dan zit dat vooral in de rijbewijswetgeving, vind ik altijd. Ja. En uh, ik sowieso. maak me wel eens druk om officiële clubs hier die enorme grote monden hebben. Wij zijn aan het lobbyen. Mm -hmm. En het allerbelangrijkste lobbymoment van de hele motorbranche... van de afgelopen honderd jaar... is de invoering van de derde rijbewijsrichtlijn geweest. Ja. En toen hebben al die lobbyclubs... die zeggen, wij zijn enorm aan het lobbyen. Wat doen jullie de hele dag? Ja, we zijn aan het lobbyen. Die hebben helemaal niks voor elkaar gekregen en we mm -hmm. hebben de strengste regels van heel Europa. Dus ja, moeten wij ervoor klopt. zorgen dat er meer mensen op de motorfiets komen, dat er hopelijk wel ooit eens iets aan uh, gedaan kan worden, hè? Dat, of dat het op zijn minst bespreekbaar wordt. De moet dat, soepeler. Dat er soepeler. Uh, in Nederland ook een 125cc-regeling komt, enzovoort, ja. enzoverder. Veel dat. daarbij. Dat gaat gewoon niet <laughs> gebeuren in Nederland. Ja. Mensen die daarover nog iets te melden hebben, die mogen mailen naar het alemende mailadres. Uh, ja, uh, Motorpodcast.nieuwsmotor.nl Sterk. Um, dus om deze podcast af te ronden. Belangrijkste was het mailen. En vertel het ook gewoon even aan je vrienden, dat je op deze motorpodcast heel uh, leuke weetjes te weten kan komen. Wij waren Iwan van der Valk van Nieuwsmotor.nl, Joost Overzee van Kickstart en ik ben Arno Jaspers van Maxmoto.be Bedankt om te luisteren. Leuk dat je luisterde naar de GroenBurner Motor podcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over twee weken. Tot dan!